Ik ben Wil Beekers van Bergwold. Ooit begonnen in 1995 in productie aardbeien en glasteelt met name. Puur productie. Vrij snel daarna in de handel terechtgekomen. Samenwerksverbanden opgericht met Bergwold in Engeland. En inmiddels delen we verschillende zachtfruitsoorten. Inmiddels vestigingen in Nederland, Engeland, Frankrijk, Spanje, Zuid-Afrika, Amerika. We maken rassen in zachtfruit en we communiceren met retail en klanten om dat zachtfruit bij de consument te krijgen. Dat is in een notendop wat wij doen. Na veredeling is de eerste stap die je daarna eigenlijk neemt, is het recept ontwikkelen. Met een IVO kun je dat recept helder in het systeem krijgen en eenvoudig kopieerbaar maken voor andere locaties. En dat is echt wat wij nodig hebben om de groei bij te houden. De grootste uitdaging is zekerheid van volume. Wij maken afspraken met retail en het weer bepaalt eigenlijk wat er geproduceerd wordt. Aardbeien, frambozen, bramen zijn erg temperatuurgevoelig. En de ideale temperaturen liggen vrij laag. Dus de natuurlijke temperaturen buiten nemen het snel over. De weather forecasting, zoals die in IVO nu geïmplementeerd is, ja, die helpt ons om beter te anticiperen op mogelijke weersinvloeden. En daarmee kwalitatief een beter product te produceren, maar vooral te anticiperen op mogelijke fluctuaties in productie. Zachtfruit is een van de gevoeligste producten in alle groene fruit. En dat heeft heel veel te maken met bemesting, maar nog veel meer met klimaat. Dus een effectieve, snelle klimaatsturing is cruciaal om kwaliteit te kunnen garanderen.